Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. In deze video ga ik voorspellen wat we gaan zien in Mario Party Superstars. In de matige Nintendo Direct tentoongesteld op de E3 werd er gelukkig nog wel één game aangekondigd wat het kijken van de E3 waard was. Mario Party Superstars werd aangekondigd om uit te komen op 29 oktober. In Mario Party Superstars gaan ze terug naar het originele concept van de eerste 8 Mario Party games, gelukkig. Weet je wel, die tijd dat Mario Party games nog goed waren, en dat biedt hoop. In deze video gaan we langs alle mogelijke speelbare karakters, borden en minigames. Speelbare personages, woehoe! In de content die Nintendo al heeft laten zien via trailers, gameplay en boxarts zijn er al 9 karakters bekendgemaakt die speelbaar zullen zijn in een Mario Party Superstars. Mario, zou heel raar zijn als hij er niet bij zit, Luigi, Peach, Yoshi, Birdo, wat redelijk interessant is aangezien die bij Super Mario Party afwezig was, ondanks dat de Mario Party was met de meest speelbare karakters ooit, Wario, Waluigi, Donkey Kong met borden gebaseerd op Mario Party 1, 2 en 3 kan dat natuurlijk makkelijk. En Rosalina. Naast deze 9 personages zijn er ook al een hele hoop oude bekenden waarvan het al bekend is dat ze in deze games NPC zullen zijn. Deze Mario Party icons zullen in de Superstars dus geen playable character zijn. Toad en Toadette, wat heel jammer is. Bowser en Bowser Jr. die natuurlijk gewoon hun plek als slechterik weer innemen. Goomba, Koopa, Monty Mol, Boo, waarvan het niet zeker is of het de witte of de roze Boo bedoeld wordt. Want het zou ook nog een kans zijn dat hij dan wel terugkeert als het om de roze Boo gaat. Shy Guy, Hammerbro en A Blooper. Dat zijn toch een hoop karakters die ik wel graag terug had willen zien als playable character, maar gelukkig zien we ze nog wel als NPC's. Omdat er toch al een hoop karakters zijn die afgeschreven zijn, verwacht ik niet dat we de 20 karakters gaan krijgen die we in Super Mario Party wel hadden. Ik gok zelf ongeveer op 16 karakters. Zoals je op het scherm kan zien heb ik de aangekondigde karakters al ingevuld en gaan we langzaam de rest van de plekken invullen met daarbij een toelichting wat de kans is dat ze worden toegevoegd. De eerste toevoeging is super obvious, Daisy. Over deze ben ik eigenlijk wel 100% zeker. Ik geloof niet dat Rosalina en Birdo toevoegen, maar Daisy niet. Dat zou heel raar zijn. Welke karakter ik ook denk dat toegevoegd gaat worden is Diddy Kong. Diddy is over het algemeen een fan favorite. En zeker nadat hij zijn main series debuut heeft gemaakt in Super Mario Party, denk ik ook wel dat hij dit keer wordt toegevoegd. Ik heb in deze lijst gekozen voor maar 1 echte nieuwkomer in het Mario Party universe. En eentje waarvan ik vrij zeker ben dat ze wordt toegevoegd. En dat is Pauline. Waarom ik hier zo van overtuigd ben is dat Pauline sinds haar reappearance in Super Mario Odyssey zich al in 2 van de daaropvolgende spin-offs heeft laten zien. Mario Tennis Aces en Mario Golf Super Rush. Dus ik denk dat als Nintendo een nieuwe karakter gaat toevoegen aan de Mario Party series dat Pauline dan bovenaan hun lijst zal staan. We hadden het net over Diddy Kong, wat al voor veel mensen een fan-favorite is. De volgende waar ik het over ga hebben is ook een fan-favorite, namelijk Drybones. Drybones is present al sinds Mario Party 7 en wordt door vele fans van Mario Party gezien als hun favoriete personage. Dat is ook voor mij zo. En ik zou het heel leuk vinden als Drybones terugkeert in Superstars, omdat hij nog niet in de lijst van NPC's staat, denk ik ook wel dat die kans best aanwezig is. Het volgende personage dat ik aan mijn raster toevoeg heeft zich nog maar 1 Mario Party laten zien als speelbaar personage. En dat was in Mario Party 9, Kamek. Ik denk dat Kamek vanwege zijn originaliteit en bekendheid een perfecte kandidaat zou zijn om zich te laten terugzien zeg maar, in de als speelbare personage. En ook Kamek is in vorige games veel als NPC gebruikt en dit keer staat hij nog niet in de NPC lijst. Dus dat maakt de kans alleen maar groter naar mijn mening. Nu zijn we bij de 2 laatste karakters aangekomen waarbij ik het minst vertrouwen heb dat ze terugkeren. Maar omdat ik hoop op een groot raster en ik niet denk dat er nieuwe kandidaten gekozen zullen worden, heb ik gekozen voor deze 2 oud-kandidaten. Namelijk Pompom, een personage die niemand had verwacht in Super Mario Party. Omdat deze in tegendeel tot Kamek niet zo heel bekend is bij de casual Mario Party fans, heb ik daar iets minder vertrouwen in dan Kamek dat hij terugkomt.
en Spike, een karakter uit Mario Party 10. En is in Super Mario Party helemaal overgeslagen. Omdat zeer weinig mensen Mario Party 10 hebben gespeeld. En aangezien zowel op de Wii U als dat de game gewoon heel slecht was, Mario Party 10, zullen heel veel casual Mario Party fans niet eens van zijn bestaan afweten. Ik vind het persoonlijk wel een leuk personage om mee te spelen. Dus ik hoop wel dat hij terugkomt, maar ik denk het eigenlijk niet. De borden, woehoe! In de Nintendo Direct trailer van Mario Party Superstars is duidelijk gemaakt dat we 5 oude borden gaan krijgen uit de Nintendo 64 era. Dat betekent Mario Party 1, 2 en 3. Persoonlijk vind ik dat heel jammer, want de borden in Mario Party 5, 6 en 7 zijn vele malen beter, groter en creatiever. Maar we zullen het ermee moeten doen. 3 van de 5 borden zijn al bekendgemaakt. Peach's Birthday Cake uit Mario Party 1, die grafisch een heel stuk beter is geworden. Dat kan ook bijna niet anders natuurlijk. Het nadeel aan dit bord vind ik dat het bord heel klein is en daardoor iedereen heel snel dicht bij elkaar staat. En dat krijg je een beetje van die Super Mario Party taferelen. En ik hoop gewoon dat ze dat met de rest van de borden heel erg tegen gaan houden. Spaceland uit Mario Party 2. Dit bord is een erg interessant bord met veel gebeurtenissen en lekker groot, waardoor het spel goed verdeeld wordt. Het enige nadeel aan dit bord is de overload aan Lucky Spaces, waardoor er heel snel en vaak coins en items in de game worden gepompt. Dus dat wordt wel eventjes tricky. En Woody Woods uit Mario Party 3, een map waar ik tot nu toe het meeste naar uitkijk. Die is ook als enige aangekondigd op de box art, zeg maar. Dus nog niet eens in eigenlijk in actie, maar alleen maar als box art. Maar we weten dus wel zeker dat hij in de game zit. Dat betekent dat we nog 2 borden bijkomen. Om tot de juiste toevoegingen te komen, moeten we nog 17 borden doorspitten om te kijken welke borden zich het meest differentiëren van alle andere borden. Dus qua speelstijl en aesthetics moeten ze anders zijn, anders denk ik niet dat ze erin gaan komen. Daarbuiten moeten ze van 2 verschillende games zijn. Dus om een voorbeeld te geven, Chilli Waters uit Mario Party 3 zou qua aesthetics een hele goede keuze zijn, maar omdat het qua speelstijl heel erg gelijk is aan Spaceland, denk ik niet dat ze daarvoor zullen kiezen. Ik verwacht zelf in ieder geval dat Yoshi's Tropical Island uit Mario Party 1 een van de banen zal zijn, aangezien het een fan favorite is. En Nintendo Treehouse hebben ze de game gespeeld en toen kregen ze een sticker van een roze Yoshi. En die bevindt zich toevallig op een eiland in Yoshi's Tropical Island. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat die gaat komen. En als laatste bord zou ik kiezen voor Spiny Desert, een bord uit Mario Party 3. Puur omdat hij zowel een andere atmosfeer heeft, zeg maar, en een eigen gimmick. En ik denk dat daarom grote kans is dat hij toegevoegd zal worden. De minigames, mamma mia! Om het feestje helemaal compleet te maken, pun intended, krijgen we 100 van de beste minigames uit de main series Mario Party games. Van die 100 zijn er al 60 bekend. Ik ga ze per game even langs en geef ook meteen aan welke minigames ik graag terug zie keren van die specifieke game. Van Mario Party 1 zijn de volgende 9 minigames al bekend. Mushroom Mix-Up, Facelift, Handcar Havoc, Bobsled Run, Shy Guy 6, Crazy Cutters, Hammer Drop, Tug of War en Tipsy Turny. Uit deze game mag van mij Hot Rope Jump en Desert Dash ook nog terugkomen. Van Mario Party 2 zijn de volgende 13 minigames bekend. 13 maar liefst, holy shit. Look Away, Arch Arrival, Bowser's Big Blast, Sneak and Snore, Sky Pilots, Honeycomb Havoc, Bumper Balloon Cars, Dungeon Dash, Balloon Burst, Bumper Balls, Slot Car Derby, Roll Call en Mecha Marathon. Als ik heel eerlijk ben, vind ik al dat er te veel Mario Party 2 games in zitten. Maar als ik moet kiezen, zou ik Speed Hockey en Cake Factory mijn keuze zijn om toe te voegen. Van Mario Party 3 zijn er maar liefst al 18 minigames aangekondigd. Boulder Ball, Mario's Puzzle Party, TikTok Hop, Snowball Summit, The Coconut Conk, Etch and Catch, Messy Memory,
River Raiders, Puddle Paddle, Parasol Plummet, Vine With Me, Storm Chasers, Mush Pit, Tidal Toss, Bobbing Balloons, Rockin' Raceway, Pizza Pizza en A Cheap Cheap Chase. Dit is wel echt heel veel. Ik hoop dat ze het daarbij houden. Van Mario Party 4 zijn er maar 4 minigames bekend. En die gaan we zo eens eventjes goed bijvullen. Want daar komen namelijk de goede games vandaan. De bekende games die mee gaan doen zijn Book Squirm, Reverse Bomb, Beach Volley Wally en Trace Race. En dit is een lijst met de games die ik graag terugzie. Manta Rings, Avalanche, Long Claw of the Law, Mr. Blizzard's Brigade, Hop or Pop, The Great Deflate, Team Treasure Track, Order Up en Dungeon Duos. Ik weet dat het een lange lijst is, maar ik verwacht ook zeker een aantal pareltjes te zien. Want de coole games, die hebben ze nog niet uitgepikt. Oh ja, en ik wil zeker geen Left or Right zien, want dan krijgen we een riot. Mario Party 5 heeft maar een schrale 5 minigames bekend op het moment. Pushy Penguins, Coney Island, Leaf Leap, Squared Away en Ice Hockey. Ik moet zeggen dat ze van Mario Party 5 echt wel de pareltjes eruit hebben gepakt. Maar toch vind ik dat deze lijst veel langer gemaakt kan worden met bijvoorbeeld Ground Pound Down, Nightlight Fright, Popstar Piranhas, Mazed and Confused, Dincher Derby, Later Skater, Hotel Goomba, Flower Shower, Frozen Frenzy en Astrological. Je merkt dat meteen de betere minigames naar voren komen nu we in de GameCube era zitten. Want hier zijn echt de grote pareltjes. Vanaf hier wordt het steeds sneuën. Voor Mario Party 6 zijn er maar 3 minigames bekendgemaakt. What Goes Up, Rocky Road en Mars Meteor. Qua representatie van de game verwacht ik echt nog Snow World, Circuit Maximus, Catch You a Letter, Motown, Great and Peril, The Still Dawn en Path of Peril. Toch wel een leuke collectie om toe te voegen, lijkt me. Van mijn lievelings Mario Party, Mario Party 7, zijn er ook maar 3 minigames bekend. Namelijk The Final Countdown, Poke Pummel en Pogo Agogo. En naar mijn mening hebben ze ook nog eens minigames gekozen die bij lang na niet het leukst zijn. Kies dan bijvoorbeeld Catchy Tunes, Bubble Brawl, Track and Yield, Fun Run, Snow Ride, Cartwheeled, Clock Watchers, Easy Pickings, Tile and Error, Spider Stomp of Cardinal Rule. Dat zijn toch wel echt de betere minigames van Mario Party 7. Voor Mario Party 8 zijn er nog helemaal geen minigames bekendgemaakt. Dit zal grotendeels natuurlijk komen omdat Mario Party 8 het begin van de overgang was. En veel minigames gebaseerd waren op motion controls. Waar we nu vanzelfsprekend weer vanaf willen. Als ik dan toch games zou moeten kiezen, dan kies ik Sick and Twisted, Grabby Gridrian en King of the Hill. Van Mario Party 8 zijn er helaas niet heel veel leuke minigames te vinden. Het grappige van Mario Party 9 was dat het de slechtste game uit de serie was, maar dat er wel een hele hoop leuke minigames in zaten. 2 daarvan zijn al bekend, Shell Soccer en Goomba Spotting. En zelf zou ik nog de volgende toevoegen, Goomba Village, Sky Jinx, Peak Precision, Goomba Bowling, Manor of Escape, Pizza Me en Mario en Snowgo. En die arme Goomba wordt in Mario Party 9 wel heel veel misbruikt voor minigames, straks komen ze nog in opstand. En als laatste gaan we natuurlijk kijken naar Mario Party 10. De 2 minigames die al aangekondigd zijn is Skewer Scurry en Rapid River Race. Maar Mario Party 10 heeft nog wel meer leuke minigames. Bijvoorbeeld Snake Slok Party, Peepa Panic, Fool Me Once, Ice Slide You Slide, Mini Match, Babomb Combo, Bobsled Battle en Soccer Brawl. Ik denk dat we nu een mooie lijst aan minigames hebben gecreëerd waaruit Nintendo kan kiezen. Verder is ook nog een minigame genaamd Tread Carefully aangekondigd. Maar die komt niet overeen met een titel van een bestaande minigame. Dus dat moet een nieuwe naam zijn voor al een bestaande minigame. Dus we moeten even afwachten welke dat precies is. En laten we hopen dat we met mijn voorspellingen in de buurt komen. En dat we eind oktober kunnen genieten van een fantastische toevoeging aan de Mario Party Island. Bedankt voor het kijken. Geef een like als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.